at you. Het zijn... Kijk, ik werk in de tuin, hè. Daarom zijn sowieso mijn handen heel belangrijk. Als je dan geen handen hebt, dan kan je ook niet in de tuin werken. Dan kan je nooit een boom omzagen. Of je, nou ja, dan kan je helemaal niks. En niet snoeien. Maar ze zien er niet echt volgens mij uit als tuinhanden. Omdat ik net niet genoeg in de tuin werk om altijd zwarte randjes te hebben. Ja, en verder tik ik ermee natuurlijk op een toetsenbord. Nee, maar ik schrijf nog wel eens een briefje of een kaart. Ik schrijf nog regelmatig een ansichtkaart aan iemand. Bijvoorbeeld. En dan is het toch wel handig als je een rechterhand hebt. En ik heb al niet zo'n mooie handschrift. En als je dan met links moet leren schrijven. Nou, dat lijkt me vreselijk. Ik geef wel een stevige handdruk. Als iemand een net ietsje harder nog knijpt dan ik, dat ik ook de neiging heb om nog even een knijpje toe te geven, zeg maar. Zo van, nee, wij gaan hier in deze handdruk niet voor elkaar onderdoen. En ik hou er ook rekening mee dat je mannen handen geeft en dat je vrouwen handen geeft. Dus ik geloof dat ik vrouwen automatisch al een minder stevige hand geef. Ja, ik ben wel tevreden met mijn handen. Ja. Maar dat hangt heel erg af van met wie ik ben. Ik ben ook typisch zo iemand dat als ik met een andere man ben, wiens handen groter zijn dan die van mij bijvoorbeeld, dan ben ik ook zo iemand die ze een beetje gaat wegstoppen. Ja, dat is mijn aangeboren minderwaardigheidscomplex of wat dan ook. Met opzet rook ik check, omdat dat rollen daar ook een belangrijke rol in speelt. Ik heb nooit geleerd om een heel mooi checkie te draaien. Dat kan ik niet, wil ik ook niet. Die van mij zijn altijd hots, knots, weet je, met een bult erin of zo. Ze zijn los. Ik draai ze ook los, hè, dus ik duw niet heel hard met mijn vingers. Opdat ik zoveel mogelijk rook binnenkrijg. En ik merk nu, want dat is wel eens, ik ben 50 geworden hè, dit jaar. En af en toe dan zie je hand wel eens met als de zon erop valt of zo. En dan denk je, Jezus Christus, dat zijn bijna al de handen van mijn vader. En dan denk ik wel eens, moet ik daar niet eens lekker lekker iedere avond even lekker insmeren. Of zo, weet je, met iets lekkers, vettigs of zo. Een mannenduim maakt een, ja, een mannenhand mannelijk, zeg maar. En een pink niet. Pink is helemaal niks. Met een pink zit je in je oor, bijvoorbeeld.